Chris Timmermans van de politie Limburg. Er is iemand aangehouden voor de explosie bij de flat in Heerlen. Wat kunt u daar precies over zeggen? We hebben afgelopen maandag een man aangehouden, 26 jaar oud. Die hebben we aangehouden op basis van verdenking van betrokkenheid bij de explosie in Heerlen, die een week eerder heeft plaatsgevonden. Nu heeft de politie al eerder bekendgemaakt op zoek te zijn naar iemand die heeft geknoeid met de leidingen. Een diefstal zou het zijn. Is dat nog steeds het idee? We hebben inderdaad naar buiten gebracht vorige week al dat we rekening houden met het feit dat er een deel van een gasleiding is verdwenen. Dat staat nog steeds overeind. En in hoeverre dat in relatie met deze man iets heeft, kan ik u niet vertellen. Oké, en dus ook niet waar deze man vandaan komt of het überhaupt een Limburger is? Helaas, nogmaals, het is beperkingen. Ik kan u niet vertellen waar deze beste meneer vandaan komt.